Lieve theaterbezoekers, zoals iedereen weet zijn de theaters in Nederland al enige tijd gesloten vanwege het coronavirus. Zo ook ons theater. Onze collega's van de techniek zijn daarom al enige tijd bezig met allerlei onderhoudsklussen. Maar vandaag neemt Timo even de tijd om jullie een kijkje achter de schermen te geven bij de theatertechniek. Timo, hoe lang doe je dit werk eigenlijk al? Ik doe dit bij elkaar ongeveer 7 jaar, maar nu ongeveer 1,5 jaar voor de speelde. Vanavond is er een voorstellingstel. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar komt het decor aan? Wat doen jullie daarna? De medewerkers komen eigenlijk altijd hier via de loading komen ze binnen met of een trailer of een kleine bakwagen. Het ligt er net aan hoe groot de voorstelling is. Mm-hmm. En dan laden we dat hier via de grote opening laden we dat dan in. En dan zit eigenlijk aan de achterkant bij de parkeerplaats. Dus daar is de vrachtwagen en dan daar komt het zo. Daar is inderdaad de vrachtwagen. Dan doen we de spullen hier, de loading, naar binnen. En dan kunnen we door naar de zaal. Ja, nu zijn we aangekomen op het podium van de theaterzaal. Timo, wat doen jullie dan als eerste als het decor binnen is? Als eerste, als alles hier binnen is, zetten we de spullen allemaal op het plekje. Dat staat vooraf aangegeven op alle kisten en ding. Daarna beginnen we met het opbouwen van het licht en het geluid. Om dat allemaal voor te bereiden, want dat is hetgene wat vaak de lucht ingaat. En dan als laatste bouwen we het decor op, zodat de vloer helemaal vol komt te staan. Oké, en het licht, zijn dat lampen van ons eigen theater? Het verschilt wel eens. We hebben 9 van de 10 keer wel onze eigen lampen. Maar daar maar een deel van, zou ik maar zeggen. En het grootste deel is dan ook nog wel eens dat ze zelf bewegende lampen meenemen, wat wij dan weer niet hebben, zeg maar. Waar ze dan mee reizen om altijd hetzelfde te kunnen hebben. Timo, je hebt dit net naar beneden gelaten. Ja. Hoe heet dit? Dit is een trek. Oké, en waar dient de trek voor? De trek is onder andere om alle lampen in te hangen. Maar ook nog wel eens om decor aan vast te maken of juist aan te zekeren, zodat het nooit om kan vallen. Nou ja, oké. Zou je willen voordoen hoe je de belichting, de lampen ophangt? Ja, nou ja, even snel 1 lamp inderdaad. Normaal gesproken hangt het dan helemaal vol. Safety kabel voor de veiligheid, mocht er wat mee gebeuren. Theaterlampje. En dan is die klaar voor gebruik. Als jullie dan allemaal alle lampen hebben opgehangen hier, dan gaat het weer omhoog, denk ik. En dan gaat inderdaad alles de lucht weer in. En dan kunnen we met de hoogwerker kunnen we de lampen die niet op afstand bedienbaar zijn, zeg maar. Zoals deze, die we dus met de hand moeten stellen. Dat doen we dan met de hoogwerker. Nou, kun je daar iets van laten zien? Dat is inderdaad best hoog. Hoeveel meter is het ongeveer, denk je? Ik denk dat ik nu ongeveer met mijn hoofd rond de 6,5 meter sta. Oké. Okay. Ja. En dan vanuit die plek stel je de lampen die niet die handmatig moet richten. Altijd hebben over een lichtplan. Wat houdt dat nou precies in? Ja, dat is eigenlijk een tekeningetje waarop staat welke lampen waar eigenlijk hier in het dak komen te hangen. Zodat wij ook weten waar wat weer gehangen moet worden. En hebben de verschillende lampen verschillende kleuren? Als het dan een lamp is wat niet op afstand bedienbaar is, die hebben vaak hun eigen kleuren er al ingebouwd zitten, zeg maar. Maar als wij inderdaad een filter ervoor moeten doen, dan staat het nummertje bij de tekening erbij. Dan kunnen wij die gewoon pakken en dan kunnen we alles op kleur filteren. Jullie doen eerst het decor, dan het licht? Nee, eerst het licht en geluid. Oh, en dan als laatste het decor erin. Oké, en dan de soundcheck, komt die daarna? Die komt helemaal op het einde van de dag, als alles klaar is. En dan doen wij vaak, dat heet dan een linecheck eigenlijk, zeg maar, of alles echt daadwerkelijk werkt. En dan helemaal aan het einde van de middag, begin van de avond, als de artiesten er zijn, dan doen ze echt een soundcheck om de boel voor de zaal weer in te regelen, zodat de artiesten goed klinken. Dat hele proces, hoe lang zijn jullie daar mee bezig voor een voorstelling? Als het een beetje opstartende voorstelling is, dan beginnen we meestal om 11:00 ochtends en dan is het rond 5:00 klaar. En met de wat grotere voorstellingen die er vaak al wat
lekker erin zitten, zou ik maar zeggen. Beginnen we meestal tussen 1 en 2 'smiddags. En dan zijn we ook om 5 uur klaar. Ja, dat is iets wat het publiek zich vast niet realiseert. Dat jullie al zo vroeg in de middag of overdag waarschijnlijk beginnen. Niet. Sommigen die denken inderdaad dat het met een uurtje wel staat of zo. Maar er komt veel meer bekijken. Ja. Nou, dan wordt het 7:15. Dan begint de voorstelling. Vanaf welke plek regelen jullie het licht en het geluid dan tijdens de voorstelling? Tijdens de voorstelling gebeurt het eigenlijk altijd in de zaal. Staan de spullen ook al klaar. En heel af en toe als wij een amateurvoorstelling waarbij we zelf de techniek doen, dan is de kaartverkoop ook van hunzelf. Dus dan is de hele zaal in principe vol en dan zitten we boven in de regie. Dan is de voorstelling op een gegeven moment afgelopen en dan moeten jullie alles weer afbouwen. Ja. Hoe lang zijn jullie daar zo gemiddeld mee bezig? Gemiddeld tussen een uurtje en 1,5 uur ongeveer. Dus afbouwen gaat sneller dan opbouwen? Ja, veel sneller. Nou, heel leerzaam vandaag. Dankjewel, Timo.